Guys, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we weer snoep testen. En ik ben niet alleen met Daf, we zijn ook met Angelique. We horen je niet hoor. We zijn nu met Angelique. En met April. En voor de mensen die het niet weten, April is de zusje van Davio. En Angelique is mijn kleine babyzusje. Misschien net ook huilen zomaar. Dus hij is nog echt een kleine baby. We hebben met z'n vieren snoep uitgekozen. En April, jij mag kiezen waar we mee gaan beginnen. Deze. Nou, April heeft de jelly fruits uitgekozen. Die zien er wel echt vies uit hoor. Ja, maar ze zijn lekker. Ga ik allebei in proeven? Beide. Welke smaak is dat als jullie? En welke smaak heb jij? Moet je dit gewoon in je mond doen? Ik weet het niet. Ja, ik durf het niet door met mijn tanden. Ja, je moet het in je mond doen en dan bijten. Ja, dit is een soort van jelly-achtige. Ga maar bijten. Allebei bijten zo. Ja, maar je moet hem niet. Kijk, nu maak je alles vies. Je moet hem in je mond doen, bijten. Ja, dat weet ik. Komt alleen maar speeksel bij mij naar boven. Eigenlijk moet het kleed op die tafel, anders gaat het niet zo doen. Nee, sorry, ik ga het niet eten. Ja. Gadverdamme. Waar smaakt het naar dan? Dat is kapot lekker. Ja? Waarom vond je het vies dan als je liep? En een cijfer, als je een cijfer moet geven van 0 tot 10. 10 is heel lekker en 0 is heel vies. 10. Ik is 10. 0? Zo vies was hij? Wow. Ja, zo is goed. Wat voor cijfer geef je nu? Ik geef hem een 10. Jij een 10 en jij een 0, hè? Ja. Wow. De chips? Welke dit? Ja. Eeuw, honingchips. Eeuw. Maar je hebt echt iets vies uitgekozen. Laat maar aan de camera zien. Nou, dit is een chips. Honing met kaas. Koekoe. Nou, gewoon proeven. Honing met kaas. Nou, ik heb dit echt nog nooit geproefd. Ik vind dat Vio mag als eerst proeven. Nee, ik wil. Nee, ik kan wil. Het heeft geen smaak. Het ruikt, het heeft geen geur. Kapot lekker. Ja, lekker. Ik geef het een 10. Ik geef het een 100. Maar eigenlijk ook een 100. Het smaakt wel lekker, ja. Een 100? Mm-hmm. Ik ook. Wow, het is wel lekker. Ja. Wat? Maar het smaakt niet echt naar honing, toch? Ja, precies. Nou, het heeft wel een hele zoete touch. Het heeft een zoete touch, maar... Het smaakt gewoon naar die zakken chips. Het is ja, wel een beetje kaarsjes. Ja. Ik heb hier een grote zak van. Kijk, dit is. Deze had ik vorige keer ook gehad, maar die heb ik niet gefilmd. Dit is M&M. Met een vulling, met brownie vulling. Brownie? Ja. Oeh, brownie, je kindjes. maar brownie kan ook in een soort cake zijn. Ja. Die was echt kapot. Oh, dacht je dat ik brownie de hond bedoelde? Mm, ja. Ik ga brownie toch niet opeten? Nee. Ik ga deze niet open, dus we gaan even die kleine stap openmaken daar. Oké, iedereen krijgt een handje. Die handje open. Oh, kijk hoe goed! Kijk hoe goed! Jawel, je moet ook proeven. Eentje. Wat is dit? Dit is M&M met brownie vulling. Lekker? Lekker! Mmm. Lekker! Lekker toch? Deze krijgt van mij Ja man. 10. Een 10. Ik krijg een 1000. Je kan tot en met 10. 1000? Ja, deze krijgen we 9 man. Deze is echt lekker. Maar waarom is het zakje zo klein dan? Ik heb een grote zakje gewoon. Maar deze is gewoon. Ik een 1000. Een 1000? Wauw! Ik heb de 10. Ik dacht, jij mag kiezen. Ik kies. Kijk op je. Ik wil deze proberen. Die had ik uitgekozen. Nou, laat even zien wat dat is. Dit zijn Lucky Charms. Lucky Charms. Een soort marshmallows. Mm-hmm. Ja, maar dit is een snoep challenge. Ja, ik vind deze niet. Dit heeft niet echt een smaak. Ik zou deze wel willen weggeven aan iemand bij de bushalte. Nou, ik heb het. Wat voor cijfer geven jullie dan? 5. Waarom zo laag? Het heeft niet echt een smaak en het is niet lekker. Ik geef het een 3. Want het is niet. Het is niet heel smerig, maar het is dan met je chocolademond eruit. Het is smerig. En wat voor cijfer geef je aan, Angelique? Een 1.
1. Ik geef het 9. Nou? Het DAF ging als laatste en dan gaan we weer terug naar het begin. Yes, ga maar. Nu jij. Ik kies... Even kijken. Ja. Hiervoor zijn ook nog allemaal dingetjes, hè? Ik kies dan deze. Potato sticks. Die had ik. Hoe is die niet uitgekomen? Ik moet wel even in de kamer. Rainbow cookies. Bite-size cookies. Laat eens nog een keer zien. Echt. Cookies! Ja, die gaan we proberen. Zijn hele lekkere cookies. Zo kleine. Oh, wij mogen niet proeven. Oh nee, jij mag proeven. Oh, het is echt een mini. Hier. Het zijn echt kleine koekjes. Lekker! Ik ga het 10. Ik weer... 1000. Nee, 2000. Wow. Maar het is niet echt dat het echt super lekker is ofzo. Voor een koekje die uit Amerika komt. Ja, maar ik vind die chocolate koekjes wel over het hele lekkerder. Ja, oké. Angeliki mag kiezen. Angeliki mag kiezen. Angeliki. Wat is dit? Ja, laat maar aan de camera zien. Het heet Icebreakers Sour. Ah, weer zo'n zure snoep. Brownie chilled in de bek. Wat? Maar wel een Oké, je hebt zeg maar 2 kantjes. Aan deze kant kan je eentje eruit laten komen. En aan de andere kant kan je meerdere eruit laten komen. Nou. Wow. Nou, pak er maar eentje. We gaan allemaal tegelijkertijd. Nee. Laat aan de kant. Het ziet er zo uit. Kijk, het is zeg maar één zo'n pepermunt. Lekker een pilletje. Ja. Pepermuntje. Een billetje. Nou jongens, dan gaan we. 3, 2, 1. Oh, lekker! Mm. Ik ga het 10. Ik ga ook. Ik vind het niet lekker hoor. Ik ga het 10. Een 10. Een 10? Zo goed is hij. Ketien. Ja. Zo goed is ik geef het een beetje een half. Een beetje half. Hoeveel zijn er? 9, 5, 6, 5. Oké, 5. Ik geef hem ook een 5. Ja. Ik geef hem een 10. Ja? Ik ook een 5. Maar het is wel een beetje zuur, dus ik denk dat ik hem 9. Oké, ik heb dus een Nerds Rogue. Die had ik vorige keer ook. Maar dit is, ja, ik heb eigenlijk gewoon een beetje snoep uitgekozen wat ik een beetje lekker vond. Niet wat ik echt wil testen. Omdat ik dat meer aan Angelique en April overlaten. Maar ik vond deze echt super lekker, dus trek maar een stukje af. Trekken. Ja, die mogen je drinken. Oh ja, die hadden we ook kunnen drinken. Die doet boven de tafel. En nu zit die aan een slijm vast. Ja, maar... Lekker. Ja? Ja, een heel klein beetje. Ik kreeg het een 2. Ik heb 2. Een 2? Deze is echt kapot lekker. Ik heb nu een klein stukje. Doe maar hier op die pil. Ja, wel een beetje zuur. Blah. Ik heb 2. Wee, joh, ik geef het een 1, man. Ja. Maar ik vind deze echt lekker. Ik geef het ook een 1, ik hoef hem ook niet. Oké, volgende keer is nu geweest. Dus dat betekent dat ik weer aan de beurt ben en ik weer mag kiezen. Oh, even kijken. April, ga ze met je grote hoofd opzij. Oh, welke vinden jullie er lekker uitzien? Deze. Jij zegt die, welke zeg jij? Ook chips? Die ga ik dan niet kiezen. Een tijdje geleden in mijn vlog had ik gezegd dat ik poptart had gehaald. Omdat ze echt kapot droog waren. Maar dat komt omdat je het in een broodrooster moet doen. Dan wordt het zacht en smeuig. Mm, dus... En nu vind ik poptart echt super lekker. Ik heb nu eentje met churros gehaald. En eentje met... ja, dat is het. Hot Sunday. Funday. Wat is Sunday Funday? Wat is dit? Dat is zo'n ijsje. Ja, dat zie ik ook wel, dankjewel. Dit was het ijsje van Angelique. Oh, ik ga deze uitproberen. Ja! Skittles Chewies. Deze had ik toch uitgekozen? Ja. Koudbare Skittles. Deze had ik uitgekozen, ja. Deze had ik uitgekozen, ja. Ja? Koudbare Skittles, jongens. Wel met ons delen, hè, Angelique? Ja, kom, prima. Mag jij hem open? Ja, dat vliegt alles eruit. Ja. Ja. Ik doe het liever open knippen. Ik ben een opa en ik heet 100 jaar het aard. Wat? 100 jaar het aard. Oké. Handje, hou je handjes op. Kommetje. Kommetje. Ik doe wat met je hand.
Dit ruikt. Yo, het ziet er hard uit. Ja. Yo. Yo. Ah. Ik zie je meeste tweelingskittels. Nou, het ziet er zo uit. Ik beetje op een mislukte, lekker. Mislukte skittle lijken. Ik vind deze hele lekker. Hé, hey, ik wou die proeven. Ja. Ze proeven gewoon als een normale skittle. Ja, maar dan een beetje meer kauwgomachtig. Zoet, ja zoet. Kan ja. Meer kauwgomachtig. Ik hou sowieso niet echt van skittles, jullie? Ja, hier. Jawel. Kijk hier skittles. Oh, April, is. April, kijk deze. Ja. De SpongeBob SquarePants hamburger. Wauw. Als ik deze zou zien, de SpongeBob SquarePants, ik hoop echt dat jullie hem goed zien. SpongeBob SquarePants, hamburger. SquarePants, SpongeBob, SquarePants, SpongeBob, SquarePants. Hij woont in de andere, diep in de zee. Oh, waarom zien jullie toch verder? Ken jij hem, April? Ja, dan zegt hij SpongeBob SquarePants. En hij is zo geel als een kaas soufflé. Ik kies deze. Ja, ik wou hem ook. Wat normale Pringles. Het is normale chips. Moet hem even laten zien, Epi. Het is normale chips. Oh, moet echt missen doen. Pringles. Kijk wat zat erop. Pringles. Pringles met cheddar cheese. Ja, dit is gewoon een normale Pringles. Pardon. Oh, sorry. Wat vinden jullie van de geur? Omste beurt? Ik ook. Lekker. Omste beurt? Jij bent gierig, hè? Wat voor cijfer geven jullie de geur? Hallo. En jullie zeggen dierlijk, hè? Ik zeg allemaal ruiken, om de beurt. Hallo, ruiken. Ja, ik had ook al wat. Wat vind jij van? Nou, ik. Hello, ja, het smaakt gewoon naar normale Pringles. Ja, is het ook volgens mij. Hey. Wow, echt beestig. Nou, dit is alweer genoeg voor jullie, jongens. Ja, het heeft niet echt veel smaak. Mmm, dit is wel lekker. Hallo, ja. Nee, het is niet echt. Ja jongens, we gaan eindelijk de SpongeBob hamburgers eten, proeven. Dit is een moment waar ik al sinds kleins af aan op heb gewacht. Dat ik eindelijk de burger van SpongeBob kan proeven. Het met het geheime recept. Hey, maar het maakt wel open. Denk je nou eigenlijk dat als je gaat schudden dat het daar opeens... Dat Ginny eruit komt. Oké, maar jij hebt ook een flesje. Je moet hem niet poppen. Moet de geur op. Ja, ik ga dit. Ik mag eerst. Oh, dit ziet er echt lekker uit. Ja. Wow, ik ga hem niet open. Dit doet me echt denken aan die hamburgersnoepjes van vroeger. Ja, ja. Dat was echt childhood. Maar ook lekker. Ja. Oh, kijk, deze ziet er iets anders uit. Ja, deze zou ik wel gewoon kopen als snoep, zeg maar. Kindersnoep. Ja? Omdat het SpongeBob was. Ja. En ik heb een hamburger. Het hamburgertje van vroeger. Alleen is die burger iets roziger. Nou jongens, dan gaan we 3, 2, 1. Mmm. Ik vind deze wel lekkerder eigenlijk. Nee, ik niet. Mag ik hem dan? Heel vonne. Ja, echt kinderachtig hè. Wow. Is dat vies hè? Jij bent vies. Wat? Ik vind hem wel lekker. Vinden jullie hem ook lekker? Ja. Wat voor cijfer geven jullie de SpongeBob hamburger? Ik denk beetje... dat ik hem een 9 geef. Ik vind hem een beetje plastic smaak ofzo. Voor mij krijgt hij een 3. Voor mij krijgt hij een 8. Voor mij een 7,5. En Angelie? Een 10. Wat voor cijfer krijgt hij? Een 10. Oké, okay, even kijken wat we allemaal hebben. We hebben heel veel van Twizzlers. We hebben hier... Oh nee, we gaan deze doen. Sour Punch. Mag ik kijken? Sour Punch. Oh, wat is dat? Ja, die had ik uitgekozen. Ja, gaan we deze doen? Ja, gaan we die doen? Ja. Mm. Oh, yummy, yummy, yummy. Ja? Ja. Ja. Mag ik kijken? Doe eens rustig, mevrouwtje. Pak maar een... Mevrouwtje, eentje. We gaan weer tegelijkertijd proeven, ja? Pak maar eentje. Ik wil niet tegelijkertijd proeven. Jawel. Dit is weer die zure. We gaan er eten. Oké, okay, jongens. 3, 2, 1. Ja. Mm. Zuur? Als je niet bent weggerend, wat is er gebeurd? Wat vond je? Zo vies. Wat voor cijfer krijgt die?
nul. Ik zal hem niet halen, jij wel? Mm-hmm. Die geven we aan de buren. En deze heeft zie ik er ook de hele tijd tussen. Die had ik gekozen. Drumsticks. Ja. Mag ik wel proeven? Deze is... Oké, jullie mogen deze alle twee proeven. Dat doen we door de helft. Deze is van aardbei. Dit is met... Nee, is niet met mosterd. Is dat custard? Oh, custard. Wat is dat dan? Ik heb het samen gedaan. Het is gewoon lekker hoor. Uh-huh. Vind je dit lekker? Ja. Ik geef het een 1,5. Ik geef het een 10. Ik ben blij dat ik geen echte tanden in mijn mond heb. Want als ik die wel had, waren ze er nu uit. Weet je wat? Ik geef het een 5. Angelique heeft trouwens de eerste tandje gewisseld. Ja, kijk hoor. Oh, hij groeit al hè. Wow. Haar eerste grote mensentand. Ja? Echt smerig man. Zo schattig. Gaat maar! Hoe ging haar tanden redden? Nee. Het is uitgevallen in de badkamer. Ja, uitgevallen? Ja. Wow, Angelique, ik heb echt vieze chips uitgekozen. Potato sticks. Ja. Angelique, is je tanden eruit gevallen? En weer! En daar is het weer. Gaan we die potato sticks van Angelique proeven? Ja. Even wachten met die drukke hand van je. Kom rustig. Je liet echt zo zien. Oh. Sorry. Lekker! Dit moet je gewoon in sato soep doen. Nou, zo ziet het eruit. Ah, oh, jullie eten echt als dieren. Oh. Jongens, we gaan nog... We gaan nog twee uitkiezen. Nee, deze ziet er niet. En dan... gaan we kijken welke het lekkerst is. En van allemaal. En dan stoppen we met deze challenge. Ja. Oh yes! Sorry! Ik heb stiekem die lolly gestolen. Ja. Dat heeft gewoon die lolly gestolen en in zijn achterzak gedaan. Mag ik hem? Nee, wie heeft deze uitgekozen? Ik heb hem uitgekozen. Dag. Ik had hem uitgekozen. Hey bro, er is nog één. Kijk, zie je hem dan? Mag ik nog één? Ja, maar die is niet voor mij. Oké, nu is ze klaar met die chips voor hier. Ja. Ja. Tandruimte, ja. Deze is van dit is een fluffy stuffy lolly. Kijk uit met die tafel, jongens. Dit is een fluffy stuffy lolly. Die ga ik met mijn zusje testen. Er zijn helaas maar twee. Dus we kunnen hem niet met z'n allen testen. Ja, dus als je niet gaat de speen lolly. 3, 2, 1. Ik ben een lolly. Yummy. Een dikke man. Lekker. Oh, dat is een baby speen. Ja. Die komt wel goed bij jou van pas. Laat het eens goed zien. Ik denk je moet hem eruit halen en dan dippen in die... Ja, ja. Mm. Dan moet je eerst likken en dan erin dippen. Ik wil zo zielig. Nee. Nee. Ja, jawel, je moet hem erin doen. Dat is lekker hoor. Oh. Dat is kapot. Ja. En dan wordt hij zuur. Ja. Ik vind dat wel lekker. Zuur is juist lekker. En wat voor cijfer geef je je lolly? Ik geef het een 10. Een 10.000. Welke geef je deze? Een 10. Ik geef hem een 6. Wat? Ik vind hij heeft niet echt een goede smaak. Wat? Hij heeft een lekkere smaak. Proeven? Mag ik al proeven? Ja, hou maar. Mag ik al proeven? Mag ik al proeven voor mij? Nee. Hij zit daar via zijn mond geweest. Ja. Als ik dat doe, breek ik heel mijn tand gelijk eraf. Ja, mooi, we gaan echt laat naar bed nu. Ja, en zo meteen. En ik wil zo meteen dan deze. Deze gaat wel testen, maar jongens. Oh. KitKat met popcorn. Nooit. Ja? We gaan hem ook proeven. En ik ga deze testen. Waar gaat je hand naartoe? Okay, ik wil ook een beetje proeven. Oké, okay, we gaan met z'n allen proeven, ja? Waarop die dek chocolaten in die speel? Kijk op, kijk op, naar die. Kijk op, er zit een haar op aan de achterkant. Kijk.
Yo, natuurlijk. Wauw. Mag ik? We waren dat raspeentje. Mm. Ik ga nu deze testen. Het is echt een... No. Nee, maar KitKat met popcorn is echt geen goede combi. Godver. Hm? Welke snoep van jullie het lekkers? Die hele grote pot. Welke pot? Welke pot ik? Die. Oh ja, die potato sticks. Welke vond jij het lekkerst, Angelique? Die grote pot. Oh, jij vond ook die pot. Ik vond het lekkerst. Even denken. De lekkerste vond ik. Maar deze had ik toch niet geproefd. Nee, deze gaan we ook niet meer proeven. We hebben heel veel open gemaakt. Ja. En die bewaren wij voor de volgende challenge. Even kijken. Maar deze mag ik mee naar huis nemen. Nee hoor. Ja. Die wil ik hebben hoor. Nee. Jij wil steeds iets. Oké, kom zitten. Dan ga ik hem afsluiten. Oh, niemand luistert ook hè. En waar is mijn chips? Nou guys. En gaan chaos. Gaan jullie twee hier zitten eventjes. 1 seconde. Even op. Als laatste wil ik ook laten zien dat ik 1 grote jerrycan van Arizona heb. Arizona, ja. In de smaak mucho mango. Mucho mango. Die gaan we nog even snel testen. Ja. Deze waren van mij allemaal. Ik weet het niet. Kijk hoor. Even oriënteren. Even twijfelen. Ruik naar mango masa. Het heeft minder smaak dan mango masa. Dit is geen drinken. Dat je denkt van wauw, ik heb er zin in ofzo toch? Ik heb net de jellyfruit op de bank uitgebeten en dus nu is alles onder. Angelique is achter de schermen de chips aan het eten. Het is een hele chaos. Er ligt opgegeten chocola op de tafel. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze chaotische video. Angelique, waarom zit je aan de camera? Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een leuk video? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dank jullie wel, twee kleine draakjes. Bedankt voor het rotzooi maken van mijn huis.